Strong Sister Run in Bergsenbroek, vlakbij Rotterdam. De Strong Sister Run is een obstacle run van ongeveer 7 kilometer en het is alleen voor vrouwen. Ik ga vandaag jullie laten zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Hoe ziet zo'n parcours eruit? Welke obstakels neem je? Welke vrouwen doen er nou eigenlijk aan mee aan zo'n run? En kan iedereen meedoen? Dat ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. Ik heb een crew shirt gekregen, ik heb mijn bloemenkrans op, ik heb er zin in. Ga je mee? Zij was dit jaar oud genoeg om mee te doen. Dus je bent 14. Oké. En al lang 14 of nog maar net? Nee, zijn zussen. En we dachten, we moeten wel met onze zussen. Dat weet ik niet. Is er nog een obstakel waar jullie tegenop zien? Of, De 3 meter klim. Zij is klein, ik til haar er zo overheen. Hè? Zoveel vrouwen! Het is nu bijna tijd voor de warming-up en de meeste Strong Sisters zijn er al klaar voor. Want hier achter mij staan ze allemaal al klaar in de startvakken. Haak even je arm in de dame naast je. Ook al ken je ze niet. Kom op. Het is een Strong Sister Run. Ook daar achterin doe even mee. Kan je aan het schelen. En een beetje spanning eraf zetten. Een beetje trekken. Want die kracht heb je nodig zo meteen. Een beetje trekken. Nog een beetje trekken. Nog een beetje trekken. En als die komt, dan die los. 3, 2, 1. Ik loop nu even naar een andere kant van het finishterrein. Want daar zijn ook nog allemaal obstakels waar als het goed is ook nog sisters zijn. De eerste twee dames komen er nu aan en ze komen gewoon hand in hand over de finish. De eerste dames zijn al in aantocht. Laat je horen er alvast bij de visie, bij de finish. Van Lisa Kruijs. Ik heb de winnaars naast me staan. We ook heel lekker naar het schuimbad. Ja. Geniet ervan, dames. Dankjewel. Zijn.
Sisters gefinished. Het is zo ontzettend gaaf en ik heb alleen maar blije gezichten gezien. Wil jij nou ook meedoen? Op 2 september is de volgende editie in Hellendoorn. En anders ben je er volgend jaar gewoon weer bij in Rotterdam. Wie weet zie ik je dan. Doeg!